Fred die had zich dusdanig goed ingewerkt dat die wist zoveel details dat op een gegeven moment wil je dat ook allemaal kwijt en wordt het een beetje een lastig leesbaar boek. Dus we hebben afgesproken dat ik het eerst zou lezen en het overtollige harde werk van hem is hier en daar helaas eruit gegaan. Maar ja, het is nog steeds een boek van bijna 1000 pagina's. Dus, maar volgens mij is het, ik vind het een leuk boek en heel, er staat heel veel informatie in. En het gaat natuurlijk ook over een tijd die waarvan een hele hoop mensen nu niet weten hoe dat allemaal ging. Het moest echt een super sisterboek zijn, dan voornamelijk ook over die eerste bezetting. Want die heeft toch het meeste indruk gemaakt, zeg maar. Hoeveel interviewsessies heb jij gedaan met Fred? Fred Bachen? Met hem geloof ik 3 lange sessies. Maar elkaar ook telefonisch gesproken. Ja. En zeker tijdens het schrijven hebben we dagelijks contact gehad. Nou ja, we hebben natuurlijk een ultieme periode van 2 jaar gehad. Dat we dus echt samen ook veel toerden ook en zo. Dus wel waar we behoorlijk. En we hebben ook een album samen gemaakt. Dus het hele proces samen doorgemaakt. Dat was vrij intens in die tijd ook. Want dat deden we soms maanden over. En dat ging dag en nacht door. En dus we kennen elkaar door en door eigenlijk wel. 1000 pagina's, bijna 1000 pagina's. Ja, ja, ja. En bij de eerste 450 exemplaren zit ook nog een cd, begrijp ik. Ja, zat een cd, want die zijn al de deur uit. En, maar die is nu los verkrijgbaar. Want hij schreef inderdaad ook over allerlei nummers die we dan als jonge band aan het opnemen waren in de oefenruimte en een keertje naar een studio geweest in het Westland. En dan beschrijft hij die nummers. Ja, maar ja, het is natuurlijk heel saai om een boek te lezen over nummers die je niet kent. Wij misten dan de keyboards die we dus op het plaat wel gebruikten, live af. En dan gingen stemmen in de band op van dat willen we live gewoon ook waarmaken en zo. Toen kwam Cesar met jou aan. Ja, ja. Super Sister hield zeg maar op de dag dat we ophielden te bestaan, stond Cesar voor de deur. Want we zochten een goede keyboardman die al die dingen die we op de plaat wel hadden, ook live te vertolken. Nou, voor we het wisten zat hij daar en werd het allemaal aangevuld met nog wat enkele noten van die magische noten. en voor mij was het nog wel, een van de hoogtepunten was toch wel de album To The Hilt, waar we echt als band, waar hij ook echt een bijdrage had, waar hij vrij kon spelen en niet gebonden was aan wat wij ooit hadden verzonnen ofzo. En bij de Iering, ik bedoel, ik had echt moeite in het begin die nummers uit elkaar te houden. Als je een klein dingetje verandert, dan is het weer heel anders. Ja. Dat is ook het typische aan zoals George ook componeerde vaak. Ja. Heel vaak dezelfde akkoorden, omdat dat lekker op de gitaar voor hem viel of zo. En dan, maar elke keer een andere volgorde, dus dat je denkt, vrek, ja. Als je terugbrengt, als je gaat kijken welke akkoorden, dan is het allemaal hetzelfde, maar het is het niet. Ja, ja. Dus dat maakt het voor je, als je gestudeerd bent en meer theoretisch naar kijkt, dan is het heel interessant eigenlijk. Ja, ja. Het werd elke keer op een andere manier ingevuld en geen nummer leek op elkaar. In het begin heeft Hugo Gordijn ook nog een rol gespeeld bij Super Sister. Kun je daar eens wat over vertellen? Nou, hij kwam met Hans van Oosterhout, de producer, kwam hij onze oefenruimte binnen. En hij was destijds manager van Groep 1850. En Peter Chardin die had ons min of meer ontdekt. Hugo die had dus net een platenlabel opgericht, Blossom Records. En die kwam met Hans van Oosterhout onze oefenruimte binnen en zei van ja, we willen wel een singeltje met jullie maken. Maar waarom wordt hij de muzikale tovenaar genoemd? Heb jij enig idee? De muzikale tovenaar? Ja, de muzikale tovenaar in Nederland. Het is meer ook een goochelaar volgens mij. Gewoon als bevaar. Hij goochelt al die noten zo maar tevoorschijn waarvan iedereen denkt van, hè, waar had hij dat nou vandaan? Maar, jouw muziekcarrière, die gaat nog wel even door. Een hele hoop inhaalconcerten. Gewoon dingen die in 20 niet doorgingen. En we gaan sowieso weer met een kleine bezetting een Super Sister
project 21 wordt dat dan, een clubtour doen. En ik zit daarover te denken, maar misschien zeg ik het nu en gaat dat helemaal niet door. Maar na aanleiding hiervan is het misschien wel leuk om juist die hele oude nummers ook een keer live te gaan spelen met de mogelijkheden van nu. En met de NITS gaan we natuurlijk gewoon eind dit jaar gaan we ook weer van start. Daar zijn we nu mee bezig opnames te maken. Er komt een soort, ik denk niet dat er een hele cd uitkomt, maar in ieder geval een leuk iets om mee tevoorschijn te komen naar aanleiding van de tour die we gaan doen. Als je oude opnames, want in de tijd dat we toerden, in mid-70er jaren, toen we met z'n vijven toerden, toen hadden we ook nog blazers erbij, weet je nog, Bert en saxofoon. En toen hadden we ineens toch een soort, en die dingen zijn vaak opgenomen in de grotere clubs waar we speelden, er stonden meestal camera's op het podium vast en het werd allemaal opgenomen. En je ziet nu opnames verschijnen uit die tijd van mensen die daar werkten en die dat allemaal hebben opgeslagen en nu op YouTube zetten. Ik wist wel dat er iemand bezig was met een biografie voorbereiden van Super Sister, maar ik wist niet wie het was precies. Maar ik hoorde op een gegeven moment van kennissen heel ver van vandaan eigenlijk dat ze geïnterviewd waren door iemand. En dat kwam eigenlijk steeds dichterbij, En toen op een gegeven moment bij die concerten in het Paard en Amsterdam. Toen kwam opeens een mannetje naar me toe met de hele tijd een videocamera voor zijn ogen. Dat was Fred. En ja. die begon op allemaal van vragen te stellen. En bleek dat hij degene was die enzovoort. Nou ja, toen heb ik ook een aantal sessies met hem gedaan. Toch een beetje ja, jongensboek van een aantal vrienden die een beentje beginnen. Ja, het komt er eigenlijk op neer op een gegeven moment. Het was echt een schoolbandje. Maar dat liep op een gegeven moment uit de hand toen er iemand bij kwam die heel andere ideeën had. En die liet ons opeens underwaterground muziek maken. En zo in plaats van Beatles en Stones en Kinks. Een heel leuk, creatief zootje. En toen op een gegeven moment, zo in 1969, zeiden van de echte muzikanten van de club, zeiden van ja. Laten we toch maar gewoon iets meer echt op de muziek gaan focussen. En dat waren die vier mannen die dus de eerste bezetting van Super Sister vormden. Dus ja, die hele ontwikkeling is gewoon heel leuk om te volgen. Want in het begin waren bijvoorbeeld ook de Rodies waren ook alleen maar vrienden, weet je wel. Gewoon die vrienden die meegingen, nou, die hielpen dan wel sjouwen. En die bleven dan hangen en dan op een gegeven moment had je een crew. Beschreven alsof hij er zelf bij is geweest. Maar dat komt door al die interviews die hij gedaan heeft, ook met Rinus, echt heel uitgebreid en hij wist op een gegeven moment meer dan wij. Maar bijvoorbeeld jouw dochter Natoes is ook in de muziek, ja. Zij doet ook nog opnames of ja, zij repeteert ook nog met haar band? Ze heeft een bandje en repeteert ze af en toe mee, ze maken ook, hebben laatst weer een opname gemaakt, ik weet niet waar dat allemaal verschijnt, maar meestal gaat dat gewoon YouTube of ze hebben een soort weer platenlabeltjes, het gaat allemaal weer in vinyl tegenwoordig. Ik doe dingen die ik leuk vind en als ik het gevoel heb dat ik ze te lang doe, dan komt er wel een reactie waardoor er iets nieuws komt. Maar ik ga niet al 2 jaar van tevoren zeggen van ik ga dat of dat doen. Ik heb allemaal leuke dingen kunnen doen. Ik wil ook al orkestwerk kunnen maken en
met de Iering gespeeld, maar ook met de Nits gespeeld. Dus het is hartstikke breed. En ik ben voor alles in. Eigenlijk wel dagelijks wel een paar uurtjes in mijn studio. Ja, ja, lekker te flikken, ja, naar oude cassettebandjes te luisteren. Kijken of er wat bruikbaars van is. En dan, oh ja, kan ik wel eens oppakken. Een keer proberen. Maar echt weer, het is weer helemaal terug naar creatief zijn. Ja, wat dat betreft brengt corona ook een goede ding. En we hebben toen in 2019 gedaan, omdat die documentaire ook in het begin van 2019 zat. Dus ik dacht, nou, dan trekken we dat gelijk zo door. Ik ben zo blij dat we dat toen gedaan hebben. Ja, want, het is allemaal in het water gevallen. Ja, ja, ja. Ja, want het is ontzettend leuk om te doen. Ja. Vanaf de zomer weer gaan spelen. En dat is dus met festivals, dat is allemaal niet allemaal bekend, weet je. En daarnaast hadden we twee maanden hadden we een aantal optredens in de grotere clubs. Ze zijn allemaal ook verschoven of gecanceld. En dat zou dan dit jaar, dat zien we dit jaar nog niet gebeuren. Zie je dan dit jaar een groot festival gebeuren? Ik denk niet dat dat daarin zit. I'm a road, brother, honey. Een van de eerste singeltjes die ik kocht was van The Pretty Things, Roadrunner. Roadrunner. En toen zag ik dat ze daar ook speelden, dus ben ik daar naartoe gegaan, maar ik stond daar echt als klein jongetje zo tussen het dommende publiek. En dat duurde, want het was natuurlijk veel te laat. Dus er ontstond al echt zo'n kokende situatie van een beetje boos publiek. En kwamen ze uiteindelijk het podium op. En dat moment, dus echt dat Phil May en die gitarist, die zag er toen al echt uit als een junk. En ik vond het zo interessant, weet je, van die mensen die helemaal doorleefd, veel te laat dat podium opkwamen. Toen kwam de drummer en die sprong in het doek van Muziek Express, wat boven het drumstel hing. Dan sprong die zo in en dat brak. En viel die in zijn drumstel, waardoor die zijn wang doorsneed met bekkens. Dus die werd weer afgevoerd. En dus ze hebben misschien nog een half nummer gespeeld of zo, maar toen ben ik eigenlijk, daardoor was ik verkocht aan de popmuziek.